Wat gebeurt er nou allemaal? Wat is knee? En ik lig opeens beneden. En ik lig weer beneden. Ik snap gewoon niks van Sonic Games. Ik zie gewoon niet wat er gebeurt. Yo, Nintendo fans. Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik vind Sonic Games niet zo leuk. En daarom heb ik deze Sonic game gekocht. Sonic Forces. Zodat jullie kunnen zien dat deze game niet leuk is. En jij hem dus niet meer gaat kopen. Maar, dit wordt wel een leuke video. Dus knal duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En het begint best wel classic. Want Sonic, die mag gewoon, nadat er eerst een hint in beeld komt, rennen. Gewoon langs de Green Hills. En dan denk je, oh, Green Hills, dat is super dope. De Green Hills van vroeger, dat is echt heel nice. Want vroeger, toen was er een Sonic gamepie. En dat begon in Green Hills en dat is gewoon classic. Hier zeggen ze even hoe je moet boosten. Wow, dat doen we zo en dan slaan we alle vijanden kapot. En dan zeggen ze hoe we moeten springen. En dan gaan we springen. En dan gaan we boosten. En dan gaan we springen. En dan gaan we... Wat gebeurt er nou allemaal? Wat is knee? En ik lig opeens beneden. En ik lig weer beneden. Ik snap gewoon niks van Sonic Games. Ik zie gewoon niet wat er gebeurt. Kijk, dit is wel cool. Dit is wel vet. Kijk, nu hebben we tenminste een beetje overzicht. Nu kunnen we tenminste zien wat er allemaal gebeurt. Gewoon tegen vijanden aanrennen en klappen. En bovenop de ringen die je nooit hebt aanzien komen. En dat is mijn hele probleem met Sonic. Ik zie gewoon totaal niet wat er gebeurt. Ja! Laat me gewoon rustig een gamepje spelen. Laat me niet zo trippend een gamepje spelen. Ja, dat zie je toch helemaal niet wat er nou allemaal gebeurt, lieve mensen, dames en heren, opa's en oma's. Ja, leuk, er is overal zand. Dus we zijn uit de Green Hills gekomen. En we gaan keihard doorrennen. Ja, kijk, dit soort dingetjes zijn wel vet. Maar dit soort dingetjes, ja, oké, dit gaat ook nog wel. Ik zie tenminste wat er allemaal gebeurt hier. We zijn wel echt hard aan het gaan trouwens. Kijk hem gaan, jongen, die Sonic. Mom! Let's go! Kill the robots! Level uitgespeeld. Maar misschien vind jij het wel vet. Laat het weten in de comments. Want ik ben heel erg benieuwd of we misschien toch fans zijn van Sonic Games. En stiekem zijn we best wel goed. Kijk maar. Maar kijk, de Sonic characters zijn wel vet. Want ik vind Tails cool. En ik vind de character Sonic zelf ook cool. En ik vind Dr. Eggman vet. En ik vind Knuckles vet. Ik vind ze allemaal tof eigenlijk. Shadow is ook cool. Maar ja, de games zijn gewoon minder. Ah, boss battle tegen Eggman. Maar hij heeft een masterpiece. Oh, wat is de masterpiece? Is het Shadow? Oké, dat is wel vet. Wat is dat? Metal? Oké, het zijn allemaal tripkippen. En? Dark Shadow? Oh, lekker bezig, Sonic. Hij kan alleen die donkere gas niet pakken. Oh. Kijk, Tails heeft zijn Nintendo Switch erbij gepakt. Die probeert iedereen te scannen. Kijk, daar staat hij, daarachter. Met zijn Nintendo Switch in zijn handen. Oh, nee. Ja, uitgespeeld. Sonic is dood. Nu Sonic verslagen is, is Eggman's leger het aan het overnemen. Maar binnen maanden gebeuren allemaal dingen. Ja, Sonic is gewoon kapot. Maar er is een nieuwe groep met mensen. Kijk, het verhaal is gewoon vet. En de karakters zijn ook gewoon tof. Het is gewoon super vet gemaakt. Ik wil gewoon een Sonic game die ik normaal kan spelen. Maar kijk, dit is ook vet. Nu kunnen we ons eigen poppetje maken. Kijk, ik heb gewoon een toffe eend gemaakt. Kijk, en nu is Knuckles de baas geworden in plaats van Sonic. Want ja, Sonic die is verdwenen. Toffe krokodil erbij. En wij moeten Sonic gaan redden. En daarvoor mogen we naar de spaceport. Kijk, daar gaan we weer, jongens. Daar rent mijn super eend. Espio, die kon me helpen. Althans, die kon me vertellen wat ik moet doen. Let's go. Ik ben nu nog wel langzaam trouwens. Oh, dat dacht ik althans dat ik langzaam was. Maar ik ben gewoon in één keer snel. Zag je hoe snel dat in één keer ging? Ik denk, nou, dan kan ik gewoon rustig chillen. Maar nee hoor. Nee. Het gaat allemaal gelijk in één keer knijtertje snel. Hoppakee. Pak die enemies. En hoppakee. Druk op ZR. Dan kunnen we gaan schieten. Wow, ik heb een vlammenwerper. Vlammenwerper aanval. Let's go. Oh, we moeten hier naar boven. Wacht even. Klim! Daar naartoe! Nee, oh my gosh. Nee, je moet de andere kant op, Mattie. Je moet zo en dan... Ja, dan kan je nu daar. Lekker. Ringetjes pakken. Let's go. Tempo. Move. Maar ja, zeg nou eerlijk, jongens. Dit is toch zo onoverzichtelijk als wat? Of nee? Rennen! Oh, oké. Verkeerde knop, jongens. Vlammenwerper! Oh, zie je? En dan moet je ineens springen? Nou, dat zie je toch helemaal niet? Je ziet toch allemaal niet... Nou, het gaat veel te snel voor mij. Misschien word ik gewoon een oude vent. Oké, ga maar op de ding grinden. Ja, toppie. Ja, boom. Oh, waar gaan we nou weer naartoe? Wat is dit nou allemaal?
man. Dit is... is niet te doen. Spring. Eentje van me. Let's go. Oh, nee. Dit gaat fout. Dit gaat fout. Nee, we zijn op een trein. Sowieso ga ik van deze trein afvallen. Ah, kom op, eend. Let's go. Oh, oh. Ik dacht even dat die de trein wilde stoppen, joh. Hoppakee. Nou, dan zijn we opeens ondergronds. En dan gaan we onszelf van de ene naar de andere tegenstander warpen. Althans, dat dacht ik. Maar ik verlies weer al mijn muntjes. Of mijn ringetjes. Want ja, blijkbaar had ik toch weer een verkeerd knopje. Oh, dan gaan we weer. We verliezen weer alle ringetjes. Let's go. Let's go. Let's go. Vlammenwerpen. Spring. Spring. Checkpoint. Alles. Oh, ik had moeten springen, denk ik. Maar ik ben nu aan het triple jumpen. En we gaan hierop jumpen. En we gaan naar boven. Oké, nu kun je gewoon even rustig. Rustig springen. Even rustig hier naartoe springen. Vlammenwerpen. For no reason. Ah! Die vlammenwerper is wel echt overpowered. Oh, nu wil ik hierop. Ja, let's go. Oh. Oh jee, oh jee, oh jee. We gaan weer hierop. Ja, top. Dit werkt wel redelijk. Ik moet eerlijk toegeven. Er is een aspect in de Sonic games die redelijk werken. En dat zijn deze mini-rails. Dat gaat prima. En we zijn bij de finish. Kijk hem zijn moves doen, jongen. Ja, maar eend is wel vet. Ik heb denk ik weer rank A. Yes. Krijgen we een zilveren medaille? Oh, we krijgen 2 bronzen medailles. Ook goed, jongen. Vervolgens hebben we de avatarscherm ontgrendeld. Wat is dat dan? Oh, oh, kijk. Hier kunnen we een nieuwe outfit fixen. Kijk, we hebben een petje. Yay! En nu moeten we naar Spookstad. Kijk, maar dit vind ik wel heel vet. Dat het dus bij elk level bijna van die tussenfilmpjes zijn. Waardoor je wel echt het verhaal ingezogen wordt. En dat vind ik cool. Want nogmaals, de personages in Sonic zijn echt super vet. Ik hou van Tails. Ik vind Tails leuk. En Tails die wil dat Sonic meldt. Maar Sonic is verdwenen. En daar is Baby... Was dat nou Baby Sonic? Dat leek op een hele kleine Sonic. Kijk, hè? Is dat... Dat is Sonic van een andere dimensie. Sonic die kan niet praten. Alleen Tails is een heel verhaal aan het praten tegen Sonic. Kijk, Sonic knikt alleen. Hé, hey, en dan zijn we opeens weer Sonic. Zodat we toch met Sonic kunnen spelen. Anders wordt het wel een hele gekke game. Een Sonic game zonder Sonic game. Auw. Ik loop alweer gelijk tegen een muur aan. Ik ben benieuwd of dit leveltje wat overzichtelijker is. Voorlopig niet, want ik raak continu mijn muntjes kwijt door alle enemies hier. Dit gaat helemaal niet goed, joh. Je kan op een hoofd springen, maar... Ja, ik kan je helemaal niet zien, joh. Oké, nu pijltje naar beneden en B. Dat werkt helemaal niet. Het doet het helemaal niet, joh. Oh, wacht, dat moet op de grond. Oh, kijk, dan kan je zo... Wee! Oh, 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 die was sick. Wee! Let's go, Sonic! Oké, hier doorheen. Ja, lekker, lekker goed tempootje. Heerlijk tempootje, Sonic. Oh, er vallen allemaal dingen. Er vallen allemaal lava dingen. Hoppakee, op je bakkes, vriend. Oké, we krijgen het onder controle. Oh. Ik was opeens dood. Maar het schijnt dat er laatst een nog slechtere Sonic game is uitgekomen. Als je wil dat ik die ook voor jullie ga spelen, zodat jullie hem niet hoeven te kopen, laat het weten in de reacties. Gooi dan ook zeker je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende, misschien wel hele slechte game. Mazzel!